Weet u wat het huidige minimumloon is? Hoe hoog het is? Ja. Ik zou het echt per niet maand weten. Ongeveer. Nee, weet ik eigenlijk niet. Ik heb het wel jarenlang gehad, maar ik zit er nu gelukkig boven. Ja, ik dacht 1800. 1700 bruto, dacht ik. Zit heel, heel erg dichtbij. Het is 1680 euro. Ah. Bruto. Bruto. Ja, dat is niet heel veel. Supermarktmedewerkers. Ja, denk ik wel. Schoonmakers. Nou, ik vind wel dat als je 40 uur per week werkt, dat je daar wel van zou moeten kunnen leven, ongeacht wat je doet. Ja. Als je je gewoon inzet voor de maatschappij en het werkleven, zou je daar ook wel van rond moeten kunnen komen. Ja. Boodschappen in de winkel zijn allemaal weer omhoog gegaan, dat merk je wel. Het is al niet normaal dat je de hele week keihard moet werken en alsnog de huur niet kan betalen, kleding voor je kinderen niet kan betalen en de boodschappen niet kan betalen. Al die supermarktmedewerkers, schoonmakers, callcentermedewerkers en al die anderen, die verdienen beter. En daarom moet het minimumloon stapsgewijs omhoog naar 14 euro. Maak van het minimumloon een eerlijk loon. Ja, meer geld zult uitgevoerd.